Yo, welkom bij Jong Ajax en Jong PSV. Dit was zo'n 17 september, of eigenlijk dan 16 september in het jaar 2019. Oh ja, ja, nee! Dat was mooi, hè? Ja, altijd wat oh ja, ja, nee joh. Ja, en doe uitspraken, daarom haat ik hem ook, de kanker van de Graag. Ik ga hem doodmaken, Rip van de Graag. Gewoon met ze, ik kijk elke wedstrijd daarvan. Zonder Wolf vind ik leukerder. Kom dan maar, is nu mijn vriend geworden. Zonder Wolf schiet van de Graaf dood. Als je hem tegenkomt. Schiet hem dan gelijk dood of sla hem neer. Maar dat ga je toch niet zeggen? Maar dat kan gewoon niet. Die is gewoon gestort. Ik dacht dat hij even geblesseerd was. En de redding. Van de verdediger van Gelderen. Van PSV. Vlak voor dus nog niet echt in de buurt geweest van het doel van Kotarski. Dat Ajax gewoon weg beter is in deze fase van de wedstrijd. Lekkere bal voor Traoré. De weg is lang richting de goal. Legt hem dan ook breed. Zo'n knal. Van Ajax Cape Town. Nu dus bij Ajax. Nog voor rust. PSV nog een keertje. Het schot. En Kotarski ligt daar goed. Sidibé met het schot. Dit werd toch 2-0, hè? Ja, dit werd 2-0. De voorzet. Oei, oei, oei. Traoré laat het lopen in de herkansing. Zo is meteen de eerste kans in de tweede helft. Van PSV weer. Schoonbrood. Schoonbrood? Eet hij dan schoonbrood? Ah! Ja. Het is vandaag de dag van Sinterklaas. Ja, kijk eens. Dit is hoe het nu eruit ziet. Hier, fuck hem! Rot kankerkale, gewoon met je. Ik kijk elke wedstrijd van de Graaf. Mietje, ik vind Zonder Wolf toch lekkerder. Ze is toch mijn vriend geworden. En daar blijf je ook vanaf. Kankerkale. Ja, sorry hoor, kijkers. Maar ik haat hem gewoon. Door die uitspraken. En hij gaat niet de hag opvolgen. Van der Brom gaat de hag opvolgen. Aan de andere kant, Gravenberg, weer sterk. Vindt Pinas. Hey, Shaquille Pinas! Pinas. Speelt Shaquille Pinas nu bij Ajax? Oh shit. Nu komt hij naar Baldries. Gravenberg, ben ik weer. Jong Ajax, jong PSV, dit is 2-0. Ik werd toch 2-0? Nee. Geen penalty, geen penalty, geen overtreding, geen penalty. Hier had Ajax een strafschop kunnen krijgen, maar de scheidsrechter wil er niet aan. Hij zegt, wacht toch al, een van de talenten. We zitten dan inmiddels in de zure tijd. Een andere debutant maakt een fantastische goal, 17 jaar, Max de Waal. Hey. Van Heide, eindstand nog 2 tegen 0.
Ja. Zeg echt. Ja. Nieuw vuur van... Sint-Wems.